Mevrouw Keizer, BBB. Ja, interessante discussie, maar daar gaat het vandaag niet over. Nou, dat bepalen wij toch? Waar het vandaag over gaat, voorzitter, is de richtlijn tijdelijke bescherming 2001/55. Op basis waarvan wij regelgeving hebben gemaakt, waardoor iedereen met een Oekraïens paspoort die zich meldt, aanspraak kan maken op gratis huisvesting. Onder andere. Daar gaat het hier vandaag over. En erkent mevrouw Piri dat, voorzitter? En wat wil zij daar aan doen? Want prachtige discussies over uitzendbureaus, moeten we het zeker over hebben. Maar wij staan hier vandaag voor de regelgeving in Nederland, die het zo buitengewoon aantrekkelijk maakt, waardoor Oekraïense arbeidsmigranten zich merken, melden en vervolgens aanspraak kunnen maken op die gratis huisvesting. En daar moeten wij vandaag wat aan doen, voorzitter. En dat kan ook vandaag, want er ligt een voorstel van mij om daar wat aan te doen. Mevrouw Piri, waarbij ik inderdaad wil opmerken in algemene zin dat we altijd debatteren over de stukken die voorliggen, maar dat uiteraard ook wel als er aanpalende onderwerpen zijn die direct te relateren zijn, dat die ruimte er ook is, zolang dat niet... Nou, voorzitter, laten we het niet gekker maken dan het is. Laten we niet net doen alsof deze discussie over waarom die opvang nu vol zit, hoe het opvangbeeld verandert, geen onderdeel zou zijn van de bespreking van deze wet. Daar protesteer ik echt tegen. Het had mij ook verbaasd, zeg ik tegen mevrouw Keizer, als de BBB opeens een warm pleidooi had gehouden om die uitzendbureaus die je mensen heen halen om in die kassen te werken, eens een keer aan te pakken. Dat heb ik in eerdere debatten inderdaad ook niet gehoord van de BBB. Ik heb nog een inbreng. Als mevrouw Keizer nog vindt dat zij niet voldoende heeft gehoord over onze hele blik op deze wetgeving, nodig ik haar uit om mijn resterende 5,5 minuut nog even te luisteren. Mevrouw Keizer, ja, voorzitter, wacht u dat af. Ik zei net dat het een terechte discussie is waar wij het over moeten hebben. Er ligt ook een wetsvoorstel in deze Kamer om iets te gaan doen aan lusje uitzendbureaus, want die zijn er. Dus daar is geen twijfel over. Ik heb ook gisteren bij het aanbieden van de petitie voor beschaafde behandeling van arbeidsmigranten daar ook voor Kamer het een en ander over gezegd. Maar daar gaat het hier vandaag niet over. Vandaag gaat het over de wetsvoorstel van deze staatssecretaris over de voorstrekkingen die wij aan ontheemden uit Oekraïne geven. Voorzitter, ik ben precies in mijn woorden. En wat wij eraan kunnen doen op korte termijn om het minder aantrekkelijk te maken om hier naartoe te komen als arbeidsmigrant, wetende dat je gratis huisvesting krijgt, voorzitter. En daar zou ik heel graag de bespiegelingen van mevrouw Piri op horen. Kijk even naar mevrouw Piri of ze dan verwijst naar haar komende 5 minuten nog, of dat ze hier nou, nog specifiek voorzitter, binnen gaan. Kijk, ik heb net aangegeven. Dit wetsvoorstel gaat over wie er verantwoordelijk is voor de opvang van de Oekraïners op zijn minst de komende 2 jaar. En dat zijn de gemeentes, de burgemeesters en college van wethouders. Dus eigenlijk een voortzetting van de huidige praktijk, alleen dan in een tijdelijke wet. Dat is waar we het over hebben. Dan kijken we naar de situatie zoals gisteren. De jaarbeurs, vandaar dat ik dat heb genoemd. Die zit nu vol, die opvang. Ik hoorde daar net mevrouw Keizer vragen over stellen aan de collega van D66. Wat geven zij aan wat de reden is dat het vol zit? Dat is toch waar we het over hebben vandaag, de opvang van Oekraïners. De komende 2 jaar zou toch raar zijn om niet stil te staan bij het feit dat nu 96.000 plekken op zijn. En wat geven zij aan? Heeft te maken met de zekerheid of de onzekerheid van financiering vanuit het Rijk, dat je ook daadwerkelijk als gemeente zo'n locatie kunt ombouwen en niet na een jaar opeens die financiering ophoudt. Het heeft ermee te maken dat ze zien dat het opvangbeeld verandert, dat er meer mensen hierheen komen voor werk en niet voor bescherming. En het derde punt wat ik aangaf, en daar heb ik ook vragen over, dat zij zeggen dat het ook te maken heeft met die goede voorzieningen. Als het gaat over de leefgeld, kom ik in het vervolg van mijn betoog erop terug. Tot slot op dit punt, mevrouw Keizer. Tot slot, voorzitter. En toch, in dit wetsvoorstel zit artikel 3. Dat bevat een delegatiegrondslag op basis waarvan de staatssecretaris een regeling gaat maken welke verstrekkingen daaronder vallen en onder welke voorwaarden. Dus we kunnen het, en wat mij betreft
moeten we het vandaag daarover hebben. En ook in mijn inbreng geen twijfel over dat wij een verantwoordelijkheid hebben om mensen op te vangen die vluchten voor oorlog en geweld, voorzitter. Zonder meer, maar we moeten het hier wel op zo'n manier regelen dat mensen die kunnen werken dat ook gaan doen en vervolgens ook verantwoordelijk zijn voor de kosten van hun opvang. Want dan, voorzitter, maak je het meteen stukken minder aantrekkelijk om hier op andere gronden naartoe te komen, want dat is wat er gebeurt. Dank u wel. Ja, volgens mij staat alle politieke partijen hier vrij om volgens hen de beste oplossingen aan te leveren voor de problemen die wij zien. En ik ben in ieder geval blij dat de BBB ook aangeeft dat wij hier barmhartig mensen op zoek zijn naar bescherming zullen moeten opvangen. En ik kom zo in mijn betoog over hoe wij kijken naar het leefgeld. Maar voor u dat doet, heeft u nog een interruptie van de heer Veldkamp namens Nieuw Sociaal Contract. Dank u, voorzitter. Ik vind het logisch dat mevrouw Piri de problematiek...